Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. We zijn in de buurt van Ifren. We zagen net even twee jonge jongens voetballen op het gras. En ik zag, subhanallah, ze hadden geen voetbalschoenen, dus geen kiksen zoals deze. Dus dit hebben we ook meegenomen. We gaan even deze kinderen verblijden met kiksen, inshallah, zodat ze gewoon lekker op het gras kunnen voetballen. Ja? We gaan jullie meenemen, inshallah. Zoals jullie kunnen zien, voor ons, een Nederlandse auto, dat is de broeders van Stichting Karam. Die hebben jongeren meegenomen uit Nederland. Die jongeren gaan ook meedoen, inshallah. Wat ik al zei, dit zijn de jongens van Stichting Karam, die gaan mee. Deze winterproject mee te doen, zodat ze even kunnen ook zien dat we het in Nederland heel goed hebben, toch jongens? Ja, in Nederland hebben we het beter, toch? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Is, daarom is dit om jullie te hinderen. Normaal, hè, kiksen in Nederland, toch? Ja. We hebben genoeg kiksen, we gooien ze zelfs weg. Maar deze jongens kunnen het goed gebruiken. Eerst op voetballen, alleen met normale voetballen. Dan maar gaat in de schoenen, zie je? Gewoon gaatjes in de schoenen. Hier voetballen ze mee. Dat is een scooter. Ik ben oud. Simpele zaak, subhanallah. En je hebt kinderen verblijd met nieuwe kiksen, subhanallah. Zie je jongens? Zie je? Dit zijn mooi, dit is toch mooi, toch? Ja. Hé? Wat dan? Hé, wat dan? Hé, wat dan? Ja, kijk, wij leren natuurlijk jongens. Jongens uit Nederland, wij leren hun om vrijgevig te zijn. Om de arme kiksen in Marokko te helpen. Dat we ze meenemen en kunnen meedoen, inshallah. Oké, jongens, goed gedaan. We gaan weer verder, ja? We gaan inshallah andere mensen helpen, dus we nemen jullie mee. Klaar, hè? Ja. Alhamdulillah, mensen, kijk, je hebt gezien, we hebben ze verblijd. We gaan weer verder. Laouwen. Kijk hoe blij ze zijn. Wat ik al zei, kleine daden, subhanallah. Als je ook naar Marokko komt in de zomer, in de vakantie, neem wat schoenen mee, wat kiksen mee. Wanneer je op vakantie gaat op de weg, zie je kinderen spelen, dan kun je het gewoon uitdelen. Dit moeten wij onze kinderen leren. Zoals we deze jongeren hebben meegenomen, zo moeten wij onze kinderen leren, onze jongeren leren. Als je naar een arme land gaat, denk ook aan de armen. Gerus Alam, we gaan weer verder.